beveiliging. Feitelijk wel, ja. Wanneer een inbreker alleen maar op camera staat, dan is dat vaak niet genoeg. Want ja, de buit is inmiddels al binnen en het is maar de vraag of die gevonden wordt. Komende week staat hier op de beurs een bedrijf dat het heel anders aanpakt. En daar ben ik al geweest. Dit is het apparaat dat overvallers overvalt. Toch? Klopt. Hoe werkt het? Bij een inbraak zal het alarmsysteem afgaan. Ja. De mistgenerator zal gestuurd worden door het alarmsysteem. Ja. En zal binnen 20 seconden de ruimte zo vol zetten met rook dat er absoluut niets meer te zien is. Hoe lang duurt een gemiddelde inbraak? De gemiddelde inbraak zit tussen de 2 en 6 minuten. Dat een inbreker probeert in te breken en uiteindelijk ook de aftocht inzet met de meegenomen spulletjes. Dit apparaat zorgt ervoor dat hij met 20 seconden de ruimte zo vol zet met rook dat er absoluut niets meer kan zien. Bij welke bedrijven wordt het geplaatst? Eigenlijk bij alle soorten bedrijven, maar ook particulieren die ervoor zorgen dat hun spulletjes veilig blijven staan waar ze moeten blijven staan. Kantoorpanden, showrooms, winkels, serverruimtes. Omdat het ook in supermarkten bijvoorbeeld. De rook is namelijk niet schadelijk voor dieren, voor de mens, voor apparatuur of voor wat dan ook. Dus het kan in elke situatie toegepast worden. Ik ben heel benieuwd. Mag ik een demonstratie? Uiteraard. Graag, maar ik wil wel een beetje bij een deur staan. Dat kan geregeld worden. Het idee dat ik wel kan vluchten, net als die inbreker. Uiteraard, dat kan geregeld worden. Graag, ik ben benieuwd. Wauw, oh, dat geluid is zo lekker, hè? Ja, dat geeft ook een enorme afdruk. Ja, dat is het, hè? Ik zie nu dus gewoon echt helemaal niets meer. Mag de deur open? Natuurlijk. Nou ja, ik weet niet eens of die deur al open is. Ja, dat ik niet mijn hoofd dood. Tjonge, wat een systeem zeg! Mooi hè, en zo kan je dus zien dat een inbreker bij het signaleren van het alarmsysteem, dat hij absoluut niets kan zien wat hij kan stelen. Ja, maar hij kan helemaal niks meer. Hij kan niet eens meer wegkomen in wezen. Ja, want hij staat nog bij de ingang waar hij hebt ingebroken. Dus hij zal meteen naar buiten toe gaan. Dus hij zal absoluut niks stelen. Wauw.